Die niet alleen dacht, maar het ook niet alleen opschreef wat hij dacht. Dat is Plato's denken ontwikkelde zich in interactie met het schrift. Het wonderlijke is een filosoof Whitehead uit het begin van de 20e eeuw, die heeft gezegd, ja, eigenlijk is de rest van de geschiedenis van het westerse denken is voetnoten bij Plato. En in zekere zin is dat waar, want Plato heeft ontwikkeld in interactie met dat schrift. Het zijn nog steeds de grote vragen waar we mee zitten. En ook hoe je erover gaat. Voor Plato was het schrift, eigenlijk wat Plato deed, was het hele idee van wiskunde uitbreiden met het idee van schrijven. Er gebeurde namelijk, en ik hoop dat je, dit is gaaf, nou, dit doet allemaal wel gewoon op YouTube. Er is een groep te laat komen, allemaal in het zwart gekleed. Dat hoort er kennelijk bij. Dat is een geen toeval. Ja, sommige mensen denken dat, maar dat is niet waar. Waar je vanaf nu bij stil moet staan, is gewoon de vraag, wat gebeurt er op het moment dat je gaat schrijven? Waarom is de schrift zo bijzonder? Ik heb het over de nul gehad, dat was heel vols. Maar wat denk je van de spatie? Er staat bij stil, wij zitten al spaties tussen. Maar die spatie is uitgevonden. Een van de dingen die je namelijk niet hoort in het spreken is spaties. Ja, zet maar eens een zender op in een taal die je niet kunt begrijpen en je denkt, waar zitten de spaties? Het eerste wat je denkt is, waar zitten de spaties in hemelsnaam bij deze mensen? En ook in de schrift is dat al langzamerhand ingekomen. Het idee dat je woorden onderbrengt in spaties. En dat betekent dat er iets als een woord gaat ontstaan. Een zelfstandig naamwoord. En wat je bij Plato ziet, is dat Plato's denken wordt gevormd door de structuur van het medium schrift. Plato gaat aan woorden dezelfde lading toekennen als Pythagoras had gedaan aan gehele getallen. Plato zegt, de wereld valt in begrippen uiteen. En dat geeft hij het mooist aan in zijn grotmythe. Plato zegt, wat mensen zien, neem hier even dat paardvoorbeeld dat ik net had. Wij zien allemaal verschillende paarden. Nou, zou Plato zeggen, dat is wel zo. Maar wat wij ook zien, wat wij doorgronden als wij verschillende paarden zien, is het begrip paard. Is het woord paard. En het woord paard, het begrip paard, zei Plato, dat zit in de ideeënwereld. Wij zijn als mensen die geketend zijn in een grot, zei hij. En wat wij zien, zijn niet de begrippen zelf.
die staan achter ons. Zie je, je kunt hier niet achterom kijken, die staan achter ons. Wat wij zien zijn de afschaduwen van die begrippen. Wij zien dus niet paarden, of wij zien niet het begrip paard als wij paarden zien. Wij zien afschaduwingen van het begrip paard. En wat Plato dus gaat doen, is het hele idee van woorden omzetten in, als een hele theorie is over het denken zelf. En voor een deel heeft hij gelijk, want ons denken wordt gevormd door het feit dat we kunnen schrijven. Die grondmythe, en die is er nog steeds. Ja, dit is het boek van Kosinski, Being There. Fantastisch boek, verfilmd. Laatste film van Peter Sellers, of wat Peter Sellers ingespeeld heeft. Daarin speelt hij een tuinman, die de wereld alleen maar kent via de televisie. Dit is precies de grondmythe van Plato. Dus dat hele idee van Plato komt ook weer terug bij het nieuwe medium, namelijk televisie. Wat is televisie? Ja, televisie is een afschaduwing van de werkelijke wereld. Mensen die veel televisie kijken, zeggen wij nog steeds, die kennen de wereld niet echt. Ja, dit zijn platen over alle zintuigen, wij tegenwoordig perken we dat wat in tot televisie. Deze man kent de wereld via televisie en daardoor loopt hij een hele hoop dingen mis. Ja, hij gaat op een gegeven moment, sterft zijn werkgever, hij woont bij een hele rijke man, hij verzorgt een tuin. En hij is opgegroeid met televisie, hè? Dus al zijn kennis komt van de televisie. En waar hij wel veel van af weet, is die tuin waarin hij werkt. Op een gegeven moment gaat zijn werkgever dood, komt hij in de buitenwereld, wordt aangevallen door de stelmannen. En wat hij doet is onmiddellijk zijn afstandsbediening pakken. Hij probeert die mannen weg te klikken. En dit is hoe hij gemaakt is door televisie. Zo zijn jullie ook gemaakt door de schrift, hè? Ja? En door je mobieltje. Ja, op het moment dat het pauze is, en soms kun je niet eens wachten tot de pauze, je moet even dat. Het is hetzelfde als die afstandsbediening van hem. Is het net zo absurd? Nou, nee, het is allebei net zo. Het is wat denken is. Denken is een mediaal gegeven. Ja, jullie snappen je wereld straks niet meer zonder dat mobieltje. En ik moet zeggen, ik ben ook totaal van slag als mijn mobiele dienst. En als de batterij dreigt op te gaan, ontstaat er al een soort kriebeling. Ja, en wat hij dan zal doen als die afstandsbediening niet werkt, is eerst kijken of de batterij het nog doet. Ook dat is logisch. Dat moet, anders kun je niet denken. Ja, en op een gegeven moment lig je met een vrouw in bed. Maar ja, hoe gaat het altijd in films? En je ligt met elkaar in bed, het zoenen begint en de volgende shot lig je zo onder de lakens. Of zo onder de lakens, weet je, een half. Ja, dus dat doet hij. En dan begint hij een beetje met zoenen en daarna rolt hij op zijn rug en doet hij die lakens zo. Dan gaat hij naast haar liggen. Ja, dus ook, ja, is dat dan natuurlijk, maar dit is wat een medium doet. Dit is hoe een medium ons maakt. Zo maakt film ons ook. Ja, wij zijn ook gemaakt door film. Dat hebben we niet meer in de gaten, maar tegenwoordig, als mensen een bijna doodervaring hebben gehad, of het was alsof mijn leven als in een film aan me voorbij trok. Ja, dat zeiden mensen 200 jaar geleden echt niet. Die zeiden niet van, ja, het was alsof alle beelden uit mijn leven stuk voor stuk snel aan... Nee, dat zei je niet. Wij zien ons leven, wij voelen ons leven ook als een film. Ja, vorig jaar, dat is niet op college geweest, maar ik doe het altijd wel op werkcollege, heb ik het gehad over romantische liefde. Wat is romantische liefde? Ja, wij snappen wat romantische liefde is door film. En door romans. Maar romantische liefde is natuurlijk helemaal iets dat niet bestaat. Het is niet een biologisch gegeven of zo. Hugh Grant bepaalt voor een groot deel of wij gelukkig zijn of niet met een liefdesrelatie. Dat is erg. Maar we zijn niets anders dan die tuinman, wil Plato maar zeggen. Ja, er zijn serieus mensen, vrouwen met name, die dan denken dat er mannen zijn die op kerst alle deuren bij langs gaan om te kijken of je thuis bent. Doen we niet. We zouden wel gek zijn, dat zit er niet in. Zo leuk ben je nooit. Ja. Maar door Hugh Grant en door films denken we allemaal dat romantische liefde iets is. Romantische liefde bestond niet in 1100 na Christus.
Wij denken nu over ridders dat het enorm romantische mannen waren die voor een zakdoekje gingen vechten in een toernooi voor je. Is niet waar. Viel tegen. Dat gedicht is wel mooi. Ja, dat gedicht is wel mooi. Het is wel geen romantische liefde à la Hugh Grant. En dat is wel aardig, is dat hier nog niet iets heel belangrijks zegt. Op het moment dat wij die film hebben, kunnen wij ook eigenlijk niet meer naar dit gedicht kijken zonder dat idee van Hugh Grant erbij. En dat is laat ik even het andere zeggen, want dan lijkt het alsof ik romantische liefde belachelijk maak. Dat is helemaal niet waar. Want denken is altijd, denken en voelen, laat ik dat erbij, is altijd een mediaal gegeven. Het is niet zo dat het hierdoor belachelijk wordt. Het is alleen maar zo dat je moet realiseren dat het medium van ons transparant is. En dat we dus niet even doorhebben in hoeverre wij gevormd worden door dat soort zaken. Het is niet media-neutraal denken of media-neutraal voelen. Dus als wij het gedicht zien, dan denken wij onmiddellijk aan romantische liefde. Misschien zouden we dus naar moeten kijken met puur passionele, alleen maar lichamelijke liefde. En misschien heb ik Socrates ook al veel te romantisch geïnterpreteerd. Je kunt die dialoog van Socrates ook heel goed lezen als niet een dialoog over liefde, maar gewoon een dialoog over seks. En het aardige is dat in nieuwere Plato-vertalingen proberen ze dat ook. Nou, in de Timaeus van Plato, wat je dan krijgt is dus dat wat bestaat is alleen maar de afbeelding van het idee. En daarom is Plato, dat weten jullie, dat hebben we vorig jaar gehad, is ook zo tegen kunst. Dat is helemaal niet waar, maar laten we even doen dat dat zo is. Plato is tegen kunst. En hij zegt, zoals bestaan zich verhoudt tot ontstaan, zo verhoudt zich waarheid tot overtuiging. Dus eigenlijk wat Plato hier zegt is, waarheid moet altijd onveranderlijk zijn. Net zoals Parmenides dat zei. En wat bedoelt Plato hiermee? Plato bedoelt, als een woord één keer een betekenis heeft, kan het nooit van betekenis veranderen. Anders zou hij met elkaar kunnen schrijven. Dus Plato zegt, ja, als rechtvaardigheid eenmaal iets betekent, betekent dat altijd. En het enige wat je moet doen als mens is de betekenis van dat woord achterhalen. En dan weet je wat rechtvaardigheid is. Plato's denken is gestuurd door het schrijven. Het zijn allemaal zinnige vragen. Wat zou er gebeurd zijn als Plato geen letterschrift had gehad, zoals wij hebben, waarbij je de klanken opschrijft? Maar als Plato een karakterschrift had gehad? Had hij dan andere denkbeelden gehad? Kun je verschillen tussen Chinese filosofie en Westerse filosofie verklaren vanuit het gegeven dat Chinese karakters gebruiken en wij niet? Is het daarom dat taalwisten heel anders over bepaalde vraagstukken nadenken en dat ze taal veel minder belangrijk vonden, zelfs onzinnig vonden? Zeggen de taalwisten daarom, Lao Tzu bijvoorbeeld, in zijn geschriften, zegt hij daarom, de problemen komen op het moment dat de taal komt. En dit zijn allemaal zaken die je vanaf nu kunt afvragen. En dat betekent dat ieder nieuw medium ook vraagt om een periode waarin het nieuwe medium vorm krijgt in de maatschappij. En als je ziet wat er altijd gebeurd is, is dat kunstenaars zich daar als eerste mee bezig gaan houden. Nou, in die Timaeus zie je van Plato dat hij die wiskunde dan samenvoegt met het schrift. Goed. Mag ik jullie vragen? Ja, zeker. En je zegt dat kunstenaars zich daar altijd als eerste mee bezig zijn. Ja. En dat zij Murray Donald ook in de tekst gelezen hebben. Ja. Is dat zo? Want ja, ik vind die vraag, is dat zo, vind ik goed. Als je bijvoorbeeld kijkt naar het internet, bijvoorbeeld, ja. De meest recente media. Ja. Terwijl de eerste mensen die daarmee bezig waren, zijn de mensen die we nerds noemen. Ja. Die waren daar als eerste mee bezig. Ja. Maar geen kunstenaars. Nee, dat ben ik met je eens. Dus. Dat ben ik met je eens. Wat nieuwe media betreft, of de nieuwe media betreft, is dat zeker het geval. Ja. Het moeilijke is dat je hier een onderscheid moet maken tussen, en dat is ook op internet zo. Kijk, we komen daar nog. Wil je deze vraag nog een keer stellen als bij McLuhan? Ja. Ja?
dat zal ik hem beter beantwoorden. Ja. Goed, tot slot van vandaag. Ik zal even een begin maken met de laogon. Ook deze tekst heb je vorig jaar al gezien als het goed is. Nee, maar dat alle mensen zien. Nu is het tijd om even anders naar die tekst te gaan kijken. Een van de allereerste vragen die je nu gaat stellen is... Is lessing, in zijn analyse van schrijven ten opzichte van schilderkunst, heel erg beïnvloed door het feit dat in zijn tijd dat schrijven enorm in opkomst was? Dat schrijven ja, eigenlijk een heel nieuw medium was. Kijk, dit is wat Lessing gaat doen, hè. Lessing schrijft in een tijd dat er werd gezegd, ut pictura poesis. Zoals in de zoals in de schilderkunst, zo ook in de poëzie. Met andere woorden, poëzie is schrijfkunst, is schilderen met woorden. Je moet als schrijver dan kunnen wat je in de schilderkunst ook doet, zei Horatius. In die tijd waren er ook, die geschriften zijn bekend, dan wat studenten en leerlingen moesten doen, was naar een schilderij kijken en in woorden opschrijven precies wat ze zagen. Nou, dat worden dan ellange verhalen. Maar dat was schrijven. Schrijven was schilderen met woorden. Dat geeft dus aan dat in de tijd van Lessing het beeld, het oog, hoger stond dan de literatuur, het oor. Het beeld was dat waar het om ging. De kunst bij uitstek. Lessing schrijft in een tijd dat de roman in opkomst is. Dat de roman wordt ontwikkeld. En wat Lessing gaat doen in zijn geschrift is uitleggen dat het precies andersom is. Dat de literatuur boven staat, het schrijven staat boven en het beeld, het oog, staat beneden. Kijk, dat geschrift van Lessing, ja, als je dat nu leest, ik snap dat we dat allemaal moeten lezen in het eerste jaar en zo. En dat is natuurlijk heel belangrijk, want hij heeft als eerste bla bla bla. Het is natuurlijk een beetje kinderachtig wat er staat. Als je dat niet leest. Hij zegt er is een onderscheid tussen tijd, kunst en ruimtekunst. Ja, er is kunst die duurt enige tijd. Literatuur, poëzie, muziek, toneel. Ja, dat duurt even. Ja, een toneelstuk duurt even. Voordat je boek uit hebt, duurt even. Voordat je een muziekstuk hebt afgeluisterd, duurt even. En dat komt niet in één klap binnen. En het is ruimtekunst. En ruimtekunst komt wel in één klap binnen. Ja? Is dat wel zo? Ja, ook dat kun je onmiddellijk vragen. Is dat wel zo? Schilderkunst? Nou, in ieder geval sneller. Kijk, het is niet zo dat ik... De negende van Beethoven neem ik inderdaad meer in de tijd waar dan de schilderij. Hoe groot het ook is. Dat laten we dat even toegeven. Dat zo is. Nou, schilderkunst, beeldhouwkunst, fotografie, dat zijn allemaal zaken die komen momentaan tot in één. Nou, het feit dat Lessing dat onderscheid maakt, ja, dat is niet zo interessant. Is dat nou zo intelligent? Ja, natuurlijk, ik bedoel, op het moment dat je dat leest, dan moet je toch zeggen, ja, natuurlijk is dat zo. Het bijzondere van Lessing is wat hij daarmee gaat doen. Ja, dit is wat Lessing zegt aan het begin van hoofdstuk 16. Mijn conclusie luidt als volgt. Als het waar is dat schilderkunst bij de weergave heel andere middelen of tekens gebruikt dan de poëzie. De eerste maakt namelijk gebruik van figuren en kleuren in de ruimte. De tweede echte gebruikt gearticuleerde klanken in de tijd. En wanneer we aannemen dat de tekens een herkenbare relatie moeten hebben totdat er wat wordt aangeduid, dan kunnen nevengeschikte tekens alleen onderwerpen. Ja, dus wat hij hier zegt is dit. Als het waar is dat schilderkunst bij de weergave heel andere middelen of tekens gebruikt dan de poëzie. Namelijk figuren en kleuren in de ruimte en de tweede echte gearticuleerde klanken in de tijd.
Let op, dus dat voor Lessing ook poëzie zijn gearticuleerde klanken in de tijd. Want dat zou een Chinees nooit zomaar zeggen. Los daar. Oh, sorry. En dan gaat hij zeggen. En wanneer we aannemen dat de tekens een herkenbare relatie moeten hebben tot dat wat wordt aangeduid. En dat is een bijzondere zin. Wat betekent dat? Precies. Ten damevraag. Wat betekent dat? Waarom zegt hij dat we aan moeten nemen dat de tekens een herkenbare relatie moeten hebben tot dat wat wordt aangeduid? Waarom zegt hij dat kleuren die leven geschikt zijn een herkenbare relatie moeten hebben tot dat wat wordt aangeduid? Omdat hij dan ook denkt. Hij kan denken dat het niet zo is. Exact, en dan is het al duidelijk dat je niet kunt bedenken dat dat niet zo is. Wat bedoel je met een herkenbare relatie? Wat hij dus gaat zeggen is dat je in kleuren nooit woorden uit kunt drukken of zoiets. Of begrippen uit kunt drukken of... Hij zegt kleuren staan naast elkaar, zijn leven geschikt. Dus die kun je ook alleen maar dingen mee weergeven die naast elkaar bestaan. Of waarvan de onderdelen naast. Terwijl opeenvolgende tekens ook alleen maar onderwerpen kunnen weergeven die elkaar opvolgen. Of waarvan de delen elkaar opvolgen. Dit wat hier staat, is een hele duistere passage als je er goed naar gaat kijken. Is een passage die aangeeft dat hij worstelt met wat is nou precies een medium. Waarom kun je in schilderkunst kleuren naast elkaar zetten? Wat gebeurt er dan als je kleuren naast elkaar zet? Wat kun je daarmee afbeelden? De schilderkunst kan in haar nevenschikkende composities maar één enkel moment uit de handeling weergeven. Zij moet daarom het meest pregnante ogenblik kiezen. Waaruit voorgaat het. Nou, dat is ook vorig jaar behandeld, het meest pregnante ogenblik. Waarom moet dat? Omdat je niet een reeks ogenblikken kunt weergeven. Evenzo kan de poëzie in haar opeenvolgende voorstellingen maar één enkele eigenschap van de lichamen naar voren halen. Ik weet niet eens of dat zo is, maar laten we zeggen dat je maar één enkele eigenschap kunt beschrijven. Daarom moeten zij de eigenschap kiezen die ons, het lichaam, zo tastbaar mogelijk voor ogen stelt vanuit het gezichtspunt dat voor haar van belang is. Het meest pregnante eigenschap. Pregnant betekent hier ook letterlijk bezwangerd. Ja, de rest volgt daaruit. Nou, dat zie je in een gedicht. Dit gedicht neemt tijd in om te lezen en tegelijkertijd kun je met dit gedicht iets in de tijd beschrijven. Iets dat in de tijd staat beschrijft. Het gaat over een jonge jongen die met zijn moeder in een warme hei ligt. Daarna wordt hij ouder, ouder, ouder. Het kost tijd om dit gedicht te lezen. En daardoor kun je ook verschillende dingen. Als je dit schildert, als je hier een schilderij van maakt, kun je inderdaad maar één enkel moment kiezen die eruit komt. En daar moet de rest naar voren komen. Of niet? Gewoon meerdere pleisters. Meerdere pleisters, dat zou al een oplossing zijn. Maar dan wordt het onmiddellijk tijdkunst. Omdat je dan moet je van het ene plaatje naar het andere spelen. Dus ik denk dat Lessing zegt, ietsje vals spelen. Maar dat kan wel. Maar het zou gek zijn als Lessing dat niet had begrepen. Want in alle kerken, ook in Lessing's tijd, heb je bijvoorbeeld de Leidensweg naast elkaar genummerd. Zodat we weten hoe onder moeten lopen. Dan ziet hij ze misschien als onafhankelijke schilderij. Ja, en die allemaal maar één enkel moment aangeven. Maar dat is toch eigenlijk ook een keer. Nee, maar dat is het. Die wolken met de grote zien als één onafhankelijke steun. Exact, maar dit is het. Dit is waar het om gaat. Wat hij hier zegt, is het volgende. Om dit te lezen heb je tijd nodig. Dit pak je niet. En je kunt hier niet naar kijken zo en dan zeggen, oké, dit zit ongeveer zo in elkaar. Dit moet je stuk voor stuk lezen. En die tijd die je nodig hebt om te lezen, die maakt ook dat je hier tijd mee kunt representeren. Terwijl dit schilderij... Ja, maar ook als er een vervolg is, kost het ook tijd... Sorry? Alle de afbeeldingen. Als daar een vervolg op was, een verhaal van afbeelden, dan kan je ook. Kost het daar ook tijd? Maar dan is. Wat dan onmiddellijk speelt, zoals ik zeg, is dat je dan in de volgorde van die schilderij. Daarin pak je dan dat tijdsaspect. Dus dan, wat hij dan zou zeggen, is dat je dan meerdere momenten achter elkaar hebt. Wat hij wel zou zeggen, is dat momenten blijven. En dat nooit.
Eén schilderij kan nooit zomaar een tijdspanne in zich. Dat moet er altijd een reeks worden. En wat je... Voor, oh, dat moet ook een reeks worden voordat het tijd wordt. Anders heb je één woord, bijvoorbeeld lijk, dat staat gelijk aan één schilderij. Ja. Zo kan je het ook kennen. Ja, maar het punt is dat woorden hun betekenis krijgen juist in die opeenvolging. Pas als je de hele zin tot het eind hebt uitgesproken, weet je waar het eigenlijk naartoe had moeten gaan en wat de bedoeling van de schrijver is geweest met die zin, punt. Ja, en dan pak je dat geheel. Wacht even. Het tweede, één, ik ben met je eens. Hier is nogal wat op af te dingen. Twee, als je Lessing leest, zie je hoe dit bedoeld is. En het punt is, dat wat er bij Lessing gebeurt, is dat hij die... die vorm van taal, dat wordt voor hem leidend. En dus wat Lessing hier wil weergeven, is dat je in schrift iets heel anders doet dan in schilderkunst. Ja, dat ben ik wel met hem eens, moet ik zeggen. Ja, dit schilderij van de Slag bij Waterloo, briljant schilderij van... Sorry? Van? Ik zei niet, ja, zij zijn dingen. Turner. Ja. Van Turner. Kijk, wat Turner hier briljant doet, helemaal in die leer van Lessing, is het meest pregnante moment weergeven. Dit is na de slag bij Waterloo, waarbij de weduwen op het slagveld komen om hun man te zoeken en eventueel eigendom mee te nemen. Dit laat meer over die slag zien dan dat je een slag maakt op het hoogtepunt. Nou, dit klopt. Wat Lessing, het is niet zo dat wat Lessing gezegd heeft helemaal onzinnig is. Dit klopt. Dit is een mooier schilderij dan een schilderij van hoogtepunt. Hier raak ik minder snel op uitgestreken. Het punt van Lessing is dit. Wanneer we aannemen dat de tekens een herkenbare relatie moeten hebben tot dat wat wordt aangeduid. Een herkenbare relatie is dat wat vreemd is. Wat bedoel je precies met een herkenbare relatie? Dat naast elkaar in werkelijkheid ook naast elkaar is. Werkt dat zo in taal? Nou, terecht heb je al gezegd. Zo werkt het in taal ook niet. Ja, misschien dat als je in zo'n schilderij van een fleur ziet, dat je herkent, oh oké, dat is eben nur de bovendeel, dat is de onderdeel, dat die oké, dat is een fleur. Ja, wacht even. En kunnen jullie alsjeblieft iets stiller en anders gewoon weg? Dat vind ik ook prima. Nou, ja, want het leidt af. Je zit de hele tijd heel hard te lachen en dan... Ja. Sorry. En dat is de herkenbare relatie van de twee dingen die je op de schilderij ziet. Dat je die dan ook in de realiteit kan weervinden. Ja. Ik denk dat dit zijn punten zijn. Dus dat wanneer we aannemen dat de tekens een herkenbare relatie moeten hebben tot dat wat wordt aangeduid. En jij zegt terecht, in een schilderij is dat ook zo. Ja. En hoe zit dat dan in taal? Het is een afgesproken relatie, volgens mij. Als je een boom als woord hebt, dan heeft dat geen herkenbare relatie, het heeft een afgesproken relatie. Ja. Maar op zich klopt het, als je zegt een boom staat, dan is het een relatie van bestaan, de boom staat. Ja, het is geen herkenbare relatie. Je moet het wel herkennen om het te zien. Ja, je moet het wel herkennen. Ja, maar dit is... Maar dat is ook zo met een foto. Ja? En dat is... Sorry? Ja, maar een foto is, lijkt ook op wat het is, dan is het herkenbaar. Alleen boom, het woord boom lijkt niet op een boom. Als je het woord boom niet kent, als je niet de afspraak kent dat dat betekent, zo'n ding met groene blaadjes, dan zal het nooit een boom zijn. Dus het is een afgesproken. Ja, dan heb je nog de abstracte. In zijn tijd was er geen abstracte. In zijn tijd was er geen abstracte schilderkunst. Nee, dat klopt. Dus dan valt die herkenbare relatie ook weer weg. En het, als je, bedoel, vraag 1 is, wat heeft hij bedoeld? Ik denk dat jij gelijk hebt. Dus dat, wat hij bedoeld heeft, is dat het erop lijkt. En hoe zit het dan met taal? Nou, taal lijkt op woorden, zoals gesproken. Dus als je dan een taal heel fonetisch opvat, bijvoorbeeld niet boom, maar dat je dat ziet als een reeks klanken, dan lijkt dat op het woord boom. Ja, wat ik uit... Okay, laten we even dat gunnen. Laten we het Lessing even gunnen. Dit is het tweede jaar, dus je mag nu wel af van het idee dat Lessing gelijk heeft. Ja? Dus
en gaan daar één stap boven zitten. Nog zit er iets lastigs in. Want dit is Dolce Far Niente van Waterhouse. Briljant schilderij, vind ik. Het zalige niets doen. Het zoete niets doen. Zit hier nou geen tijd in? Wat bedoel je nou precies als ik zeg dat hier geen tijd in zit? Als ik naar dit schilderij kijk, dan het enige gevoel wat ik krijg is, dit is iemand die ligt uren niets te doen. Is die herkenbare relatie dan weg? Nou, los van het antwoord op die vraag, wat je ziet is dat, wat bij Lessing gebeurt, is dat hij, betoverd is door dat idee van taal. Het idee van dat je met taal iets wezenlijks anders kunt doen dan in schilderen. Als Lessing, redeneer het even omgekeerd. Lessing is iemand die leeft in de tijd van de opkomst van de roman. Hij ging zijn geld verdienen met schrijven. Lessing wilde aantonen dat schrijfkunst een status had apart van schilderkunst. Hij wilde dus tegen Horatius argumenteren. Horatius die had gezegd, zoals in de schilderkunst, zo moet ik ook in het schrijven. Lessing wil zeggen, nee, dat is niet zo. Dan kan je maar één ding zeggen, namelijk dat je met schrijven iets wezenlijks anders kunt dan met schilderkunst. Wezenlijk dan. Dus wat hij gaat zeggen, ja, die tijd- en ruimtekunst. Hij gaat zeggen, schilderkunst is wezenlijk een ruimtekunst, terwijl schrijfkunst een tijdkunst is. En dus echt anders. Hij trekt ze uit elkaar. En dan gaat hij dus zeggen, ja maar, eigenlijk is tijdkunst superieur. Want dan kun je tijd in weergeven. En het weergeven van tijd maakt het mogelijk. Een van de dingen die hij zegt, dat heb je vorig jaar ook gezien, dat je bijvoorbeeld het karakter van iemand weergeeft. En het karakter van iemand is veel belangrijker dan het uiterlijk. Dus een schilderij kan altijd minder weergeven van een persoon dan een geschreven tekst. Dat gaat Lessing zeggen. En daar mag je het echt bij oneens zijn. Het punt is dat je even moet snappen dat Lessing dit gaat zeggen. En dat Lessing gaat zeggen, schrijfkunst is superieur. En nog steeds, vandaag de dag, vindt iedereen dat. En we gaan allemaal zeggen, nee, is niet zo, maar we vinden het allemaal dat. Wij vinden schrijfkunst superieur, en mij hier bij KCM zeker, want je moet A, goed kunnen schrijven, en of je goed kunt schilderen, interesseert ons helemaal niets. We hebben de afgelopen maanden heftig gediscussieerd met de staf over de vraag of studenten wellicht ook een videopaper zouden mogen schrijven. En wat gebeurt er dan onmiddellijk? Ja, video is toch inferieur, want het is beeld. Ja, maar het is wel weer tijd. Ja, maar kun je in beeld dat weergeven wat je ook in woorden weergeeft? Je merkt nu, wat ik even wil is hoe dit idee van Lessing blijft. Ja, ik denk dat het is afhankelijk van de situatie. Bijvoorbeeld als je zo'n ding met recht hebt. Ja. Dann kann ihr echt nicht so ins Gesicht machen, dann habt ihr echt total die Schrift nötig. Um Wette wieder zu geben, wird die Schrift auch. Ja, denke ich. Mal bevor die Tiere, finde ich auch eine sehr gute Alternative zu Schrift. Ja. Het aardige is dat Lessing en Plato en de hele westerse samenleving tot nu toe zal zeggen, ja, dat is waar, sommige dingen kun je een leuk schilderij van maken. Als het er echt om gaat, als het om waarheid gaat, dan is taal het aangewezen. Maar toch is wiskunde toch veel beeldiger. Sorry? Wiskunde is toch vaak veel beeldiger. Ja, maar wiskunde is ook taal, natuurlijk. Het is niet anders dan taal. We kunnen er dan een grafiekje bij maken, maar in wiskunde telt het alleen als je in taal kunt doen. Ja. En dit is precies wat Lessing gaat zeggen. Lessing gaat zeggen, taal is superieur. En het vervelende is, dat als jullie bij analyse en kritiek een recensie moeten maken van een schilderij, of een kunstwerk, dan is er niemand die denkt, laat ik die recensie eens schilderen. Dat is een
uitdaging. Nou ja, het is in die zin een uitdaging. En nou, ik zal daar, dit is een vooruitwijzing naar die tekst over Mitchell die komt. Een van de dingen die Mitchell zal gaan zeggen is, het hele probleem, er wordt wel eens gezegd dat we in een beeldcultuur leven. En niets is minder waar. We leven in een cultuur waarin nog steeds taal als het allerhoogste wordt gezien. Maar hoe kan je de recensie over dit schilderij met een schilderij doen? Nee, precies, dat zouden we niet eens weten. Nee, maar moet je eens nagaan, hij zegt wat, is dit een uitdaging? En jij zegt, ik zou niet eens weten waar ik moet beginnen. Ja, en dan krijg je iets wonderlijks, want als het dus gaat om een recensie geven van dit schilderij, dan vervallen we onmiddellijk totaal. En we kunnen niet anders. Hier ga je over schrijven. Er is niemand, gaat IMDb kijken bij de filmrecensies. Er zijn heel weinig filmrecensies in film. Ja, of je maakt het belachelijk. Of je maakt het belachelijk, dat kan. Dat kan. En je kunt een parodie maken. Of een, en dat is dus ook waar we nu, daarom hebben we daarover gesproken in de staf. En we hebben heel veel geld gevraagd om te mogen onderzoeken. Maar een video-essay is wel lastig. Kan dat? Kan je je mastertitel halen met een video-essay? Dan is het. Jij zegt het allerbelangrijkste. Dan word je denk ik minder serieus genomen. En dat is precies wat Lessing zegt. Lessing zegt, schilderkunst neem je uiteraard minder serieus dan taal. Ja. Hij zegt erbij, de slide even mee af. Daarom nemen we vrouwen ook minder serieus dan mannen. Dat zegt hij. Zegt niet meer met zoveel woorden, maar zo zegt hij het wel. Omdat bij vrouwen het uiterlijk veel belangrijker is. Dat heeft hij van Kant. Ja, ik ga even Duitsers bashen. Tot slot. Beobachtingen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen. Sorry, ik heb het niet het Duitse citaat. Observations on the feeling of the beautiful and sublime. Let op, wat Lessing gaat zeggen is, beautiful hoort bij schilderkunst, sublime, het sublieme, hoort bij taal. Het sublieme kan, wat Lessing betreft, niet bestaan in schilderkunst. Dat schiet altijd tekort. A woman is little embarrassed that she does not possess high incest. High incest. Een vrouw schaamt zich er niet voor dat ze geen hogere inzichten heeft. Ze is mooi en bevallig en dat is genoeg. Zwaar leren of diep nadenken, zelfs als een vrouw erin zou slagen, zou het altijd ten koste gaan van haar schoonheid. Vrouwen die hard nadenken zijn minder mooi. Schilderijen die proberen literatuur uit te beelden zijn minder mooi. Ja. En je kunt beter als man schrijven en dan doe je de vrouw gewoon op een gezellige aquarel. Dat zeg ik. En ga maar eens kijken, ik daag jullie uit. Wijs voor mij één aquarelcursus aan hier in het noorden waarop meer mannen zitten dan vrouwen. Dat komt niet voor. Omdat we nou, dit nog steeds. Dus ook voor theater. Ook voor theater. Natuurlijk. Want wij moeten schrijven terwijl jullie leuk met je uiterlijk en opmaken. En Goethe zijn ongeveer hetzelfde. Goethe zijn ongeveer hetzelfde. Nou, dit heb ik dit komt ook terug bij Mitchell. En dit is belangrijk als je die tekst van Lessing gaat lezen. Wat je ziet, is dat Lessing dus de wereld opdeelt. In kunstvormen die painting zijn, die afbeelden, en kunstvormen die poëtie zijn. Volgende keer zullen we verder gaan met dit scherm. Ik red het gewoon niet om mijn concentratie vast te houden.
Het is niet verplicht om hier te komen. Nee, het is gewoon een andere kant. Aan